Iraida Kowe, leerling van de vierde klas van Milo Brokopondo, is afgelopen zaterdag winnaar geworden van het Brokopondo Speech Contest 2016. Haar speech over behoud van het Surinaamse bos, dat is een must, heeft zij met veel passie weten over te brengen, wat haar uiteindelijk de titel opleverde. Op de tweede plaats eindigde Astrando Smit met als onderwerp onderwijs in Brokopondo. Op de derde, vierde en vijfde eindigden achtereenvolgens Inga Swena Pokki, Somaira Wachter en Jifita Eersteling. Het Brokopondo Speech Contest is een project van Rosabel Goldmines, welke ze uitvoert in samenwerking met JCI Paramaribo. Het contest heeft als doel om de spreekvaardigheid in de Nederlandse taal van de jeugd van Brokopondo te verbeteren. Ook om hun vrees om in het openbaar te spreken weg te nemen. Om de leerlingen klaar te stomen voor de wedstrijden, werd de leerling gedurende 2 maanden intensief getraind en begeleid door de JCI. Het is de 5e keer dat het speech contest wordt gehouden. Winnaar 2016, Iraida Kowe, heeft haar onderwerp niet zonder meer gekozen. Het moest uniek zijn, zegt ze. Verder wil ze vooral opkomen voor de jongeren van het binnenland. We voeren nu terug naar de speech van Kowe. Wat een verfrissende ademhaling. Kijk daar, een paar kiskissies, japjapies. Ze springen heen en weer. Ik kan genieten van het gezang van vogels. De kolibrie, de kwetjewie. Die bladeren herken ik. Oh ja, oma Doro had ze gebruikt voor moederskruidenbad. Maar als ik mij op ditzelfde ogenblik omkeer, begin ik haar stekels te krijgen. Want wat ik zie, kan ik niet geloven. Een heel stuk bos wordt opengekapt van kilometer tot kilometer. De dieren beginnen allemaal voor hun leven te vluchten. Dit gebeurt in ons Surinaams bos. Waarom dit? Waarom doen wij dit? Waarom gebeurt dit? Weten jullie niet dat onze opvolgers ditzelfde bos nodig hebben? Misschien weet je niet hoe belangrijk ons bos was. Laat mij je maar vertellen. Dus de dolbeleer Iraida Kowe. Aan het Brokopondo Speech Contest hebben 13 leerlingen van VOJ-scholen in het Gouddistrict deelgenomen. De winnaar Iraida Kowe kreeg als prijs een laptop. De top 5 kreeg verder als prijs een tablet, smartphone en geldprijzen. Jerry Finissi, Sustainable Manager van Rosabel Goldmines, is tevreden met het verloop van de 5e editie van het Brokopondo Speech Contest. Rosabel Goldmines heeft jarenlang onze financiële middelen gestopt in onderwijs. Omdat wij geloven in een paar pillars van ontwikkeling. En onderwijs is daarvan een van. En we zijn bijzonder trots erop als bedrijf dat wij in de gelegenheid zijn geweest om ons bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onderwijs in Brokopondo. En met name aan zo'n project. Dit soort dingen hebben we vaker gezien in Paramaribo. En als we dat al 5 jaar doen, 5 jaar op niveau, dan is het wel applaus waard. Human resource development, of human capacity development, is een van onze pijlers in de komende periode. En dat betekent niets anders dan dat wij gaan letten en dat we heel veel gaan stoppen ook in het ontwikkelen van het menselijk potentieel. We weten dat wanneer je de plaats krijgt, want je krijgt niet eens zomaar, maar een leider, iemand die leiding geeft, of iemand die leiding moet geven, moet iemand zijn, en is in de meeste gevallen ook iemand die goed moet kunnen praten. En ik denk dat het vandaar ook heel erg belangrijk is dat wij als overheid, als ministerie vooral, die overlast is met de regionale ontwikkeling, dat wij letten en ondersteunen vooral toch dat er meer leiderschap, meer leiders worden gekweekt in, of ondersteund ook in de districten. Dat is dus Wilco Finissi, directeur van het ministerie van regionale ontwikkeling. Daarvoor Jerry Finissi, hij is sustainable manager bij Rosabel Goldmines. Ze spraken afgelopen zaterdag in het multifunctioneel gebouw het Brokopondo Centrum in verband met het Brokopondo Speech Contest 2016. Iraida Kowe werd de grote winnaar.